ereburger. Het was een grote verrassing dinsdagavond voor aftredend Radio Weesp-voorzitter Gerard van Delen. Burgemeester Bart Horseling verraste Van Delen op Radio Weesp door na een telefonisch interview prompt de studio binnen te lopen en hem te overvallen. Ik hoor het zo. Bart Horseling, daar ben je. Oh, Bart, goedenavond. Gerard, goedenavond, man. Ja. Ja, ik hoor dat jij na zoveel jaren afscheid neemt. Ik denk, ja, namens de gemeentebestuur wil ik je toch dankzeggen voor die vele jaren. Gerard, dat gaat je goed. Dankjewel en we zien elkaar in de twijfels. Wat een verrassing. Ja, onvoorstelbaar. Ja. Leuk hoor. Ja, ja, speelt je uit, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Zo. Hey. Heren, goedenavond. Dag, daar komt, daar komt dan toch de burgemeester. Komt, die hadden we net aan de telefoon, maar die komt dus gewoon weer binnen met zijn ambtsketen. Ja. Vandaar dat collega van BMW heeft besloten om jou de ere legpenning van de stad te geven. En dat ga ik je nu geven. De ere legpenning van de stad. Gerard van Delen, 24 april 2012, besloten door het college. Oh. Wel verdiend. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik heb even moeite mee. En een prachtig woord onder erbij. Kom wat mooi. Het is onvoorstelbaar. Dat is iets wat ik nooit heb kunnen bedenken. Gelukkig is een college die het kan bedenken. Ja. Weet je, je ziet dat er veel mensen die goed zijn en kanjers in de maatschappij die zoiets krijgen. Dan denk je nooit aan jezelf dat je zoiets nog eens zou krijgen. En ik moet er even van bij komen. Nou, doe dat. Gefeliciteerd. Ja, de verrassing is groot bij Gerard van Delen. En ja, hij schiet vol. En dat is ook, ja, de kanjer noemt het zelf de kanjers in de maatschappij. Misschien ben je zelf ook wel een kanjer in de maatschappij. Ik denk het wel. Van Delen nam dinsdagavond na 25 jaar afscheid als voorzitter van Radio Weesp. De Weesper wordt opgevolgd door Joop van Wijngaarden. Ja, top. Oké.